Er wordt over passies gesproken, dat mag duidelijk zijn. Goedemiddag allemaal. Wat anders natuurlijk op een schitterende atletiek hier in Epe. Maar Frank heeft het al een beetje ingeleid dat hier vandaag sport. En natuurlijk een heleboel mensen die vandaag niet kunnen sporten. En dan hebben we het vaak over de kinderen clinicals. U weet het allemaal, daar gaat het om wat hier staat. En dat zijn allemaal hele ludieke voorwerpen. Er zijn aangeboden door de crème de la crème, mag je zeggen, uit de artistieke sportwereld van Sialvo. En dat is de bedoeling dat u straks daar ook kunt gaan bieden. Jos die heeft er gezorgd dat alles onder controle is. Dus wij doen het met ons tweeën en daar ben ik erg blij om. Want een veilingmeester zijn is niet makkelijk. Tot nog even over die clinic-clowns. Ze hebben 70 clowns in Nederland. Die zorgen voor kinderen en zorgen voor een lach. Nou, en als je dat als dus zorgen voor kinderen die van die knoop zijn gekomen, zij in ziekenhuizen, revalidatiecentra, hospice of waar ze ook mogen zijn, die clowns die zorgen daarvoor een mooie, dat ze echt dagen hebben dat je nog niet helemaal gelukkig zijn. En als wij nog kunnen zorgen dat we die fantastische cadeaus die hier zijn kunnen veilen voor een mooi bedrag, dan is het goed. Dan weet ik niet, Jos, of jij nog wat toe moet richten van dit feest. Maar jij bent bij de grote animator achter, toch? Niet? Ja, die doet het. Wat zijn we terug aan de hond? Ja, zeker. Nog één praktische mededeling voor de mensen die denken van oei, ik heb niet voldoende geld bij me, geen probleem. Hier zit meester Jan Baar, die heeft machtigingen. En als je iets koopt en je denkt van dat laten we dalen, kan het allemaal helemaal renteloos. Hier even wel bij Jan Baar, kan nooit een probleem. Dat is wel leuk om te zeggen, als ik ben geen oud-daan, oud-gems. Hij heeft een vak geleerd bij de Gemzen en toen hij wegging bij de Gemzen hadden we een hele mooie begroting hoor. Dus hij kan nog wel een set te gebruiken om dat te doen. Nou weet ik niet, als Jos die moet niet weglopen, want ik weet niet, toch gelijk Jos toch? De spelregels zijn, met wat hier staat, met hier. Nou, als... Met 5 euro. Nou, we gaan kijken wat Job mooi wordt. Samen met al het geluid moeten we even kijken dat er een verbinding staat. Dit gaan we verkopen en dat is wel volgens mij een hert wat ooit is niet aangereden, maar aangelopen door een van de lange af. Sialvo, ergens op de weg tussen Epe en Nunsveen. Dus het is wel iets in huis. Hij is ook een hert. Dat komt komen, en dat zullen de mensen die hier wat kerk achterop hebben, die kennen dat niet wel. Wat zullen we inzetten voor je? Zullen we deze inzetten? Wat denk jij, voorzitter, René? 5 euro beginnen. Wie biedt er 5 euro voor deze schitterende hertenkop? En als ik kijk, is dat mooi hè? Daar staat wel een mooie kop die denkt, ik wil er eigenlijk niet erbij zijn. Allemaal schuppen, 5 euro. Wie biedt er meer dan 5 euro? We gaan met deze met een euro. Zullen we een euro doen omgaan? Nou, we staan op een 2 euro. Wat denk je? Met 5? Zijn met 15 euro, nee, met 5. 10 euro geboren. 10 euro geboren voor deze hertenkop. En het mooie is dat hij nog geen contact heeft gegeven. Dus het is nog een hele jonge hert, hè? Dat is wel heel duidelijk. 10 euro geboren, wie biedt er meer dan 10 euro voor deze? Ja, 15 euro geboren. Kijken met elkaar. Allemaal schuppen, 15 euro. En dat is mooi. En dat is een jas natuurlijk. Ja, dat is weer wat schap van gebruiken. Het is toch functioneel ook. Nou, als je alle 15 euro. Dan 15 euro. Daar loop ik langs. Zullen we? Die vrouw die denkt, ik heb vandaag gewoon de hele dag liggen Beunhuizen als speaker bij Start en Finish. Ik heb 20 euro geboren. Geboren voor dit kopje. Hè. Wie meer dan 20 euro? Anne van Schuppen. Anne kijkt op buurt, hè. Laten we zeggen, de huursubsidie gaat er straks af. 25, was het 25 euro, hoor. 25 euro geboren. En Frits, Fred drinkt een flesje licht. Dan ga je allemaal dingen zeggen dat je niet meer weet wat je nou zegt. 25 euro geboren.
Niet meer dan... Dat is vanuit, daar komt er helemaal in. 25 euro, niet meer dan 25 euro. Hij is verkocht voor arme schuppen en die heeft niks over mee. Alles dank natuurlijk is voor de telekant. Ja, ik zei, het is, dat het is aangelopen door een atleet, maar zou ook door een atleet te kunnen zijn. Ken je dat?